We hebben iets heel bijzonders gevonden. Hanneke, wat heb je gevonden? Ik heb een tumbleweed gevangen. Nou, laten we gaan. Daar! Ik loop net tegen een vrij complex stuk bot aan. Hier steekt een stukje bot uit. Dat loopt hier achterdoor. En hier ook. Dit doet me denken aan dat het een wervel is. Dat zou bevestigd kunnen worden door dit stukje bot hier. En ik weet dat hier nog een stukje bot onder zit. En hier komt het ook aan de oppervlakte. Nou, we hebben hem er inmiddels uit. En het is inderdaad een wervel. Hij is wel heel broos. En nu proberen we de grootste stukken zand en klei eraf te halen. En vooral veel te lijmen natuurlijk. Nou, we hebben er nu zo goed als helemaal uit, voor zover dat lukt in het veld. Het is inderdaad een stuk wervel, wel wat minder compleet dan ik dacht. Hieronder zat het wervellichaam, dus de ronde cirkel waar de rest van de wervels tegenaan zitten. En hierboven zitten drie uitsteeksels en die zijn alle drie afgebroken. Hier zie je twee zogenaamde zygapophyses. Daar zit de wervel die hierachter zit, grijpt hierin. En deze heeft aan deze kant twee handjes, om het zo te noemen. Die hebben nog niet vrijgemaakt. En die grijpt dan in de wervel die daar weer voor zit. En hier liepen dan nog de zenuwen doorheen, door dit gat. Nou, dan natuurlijk een belangrijke vraag. Hoe doe je dat nou met naar de wc gaan hier? Op een paar honderd meter van ons kamp af hebben we twee houten hokjes staan. Dat zijn natuurlijk de wc's. Nou, als je dan naar de wc wil, moet je even roepen. Is there someone at the toilet? Nee, nou dan kan je dus één van de hokjes kiezen. Zit er wel iemand op, dan moet hij roepen of hij links of rechts zit. Zodat je elkaar niet betrapt. Want er zit natuurlijk geen deur in. Het is niet meer dan een stukje hout. Maar kijk eens wat een prachtig uitzicht je hebt. We hebben hier een soort spaceship. Alles verpakt in aluminium. Dit pak hier onder het aluminium, dat gaan we apart ingipsen. En dit is er dus omheen geplakt om deze botten te beschermen tegen het gips. En zo kunnen ze van elkaar scheiden. En Richard is ondertussen bezig met het inpakken van een femur, van een bovenbeen, een grote. Dat loopt helemaal tot hier. Hij is zo goed als helemaal heel. Dus die willen we ook goed verpakken. Hoi! Kom je lekker eten? What's cooking? Dit is de topping, bacon en ui, voor onze geweldige gepofte aardappels op onze Master Grill. Onze Amerikaanse grill. Dat komt hier dadelijk nog het mooiste, want dat laat mijn lieftallige assistente Tom even zien. Niet schrikken. Oh. Heerlijk. Pak maar een bordje zo. Dan ben ik klaar. Ik hoor erbij. I don't know. Weet als die oké is? Oeh, het looks like a bunny. Haha, ja. Is lekker. Het gaat ineens heel hard waaien. Er komt waarschijnlijk heel slecht weer aan. Dat is niet meer normaal. Wij nu zelf dat onze tenten echt kwijt zijn. We hebben ze plat gelegd en we gaan voordat de regen komt naar binnen. En soms levert die regen ook heel wat moois op. Een volledige regenboog. Vandaag is alweer de laatste dag van de opgraving. Het gaat echt super snel de tijd. Ik heb echt mooie dingen meegemaakt. Ik ben nu nog even alleen op de site, dus het is lekker rustig. Ik ga zo nog even wat botten opgraven. Ik mag ook niet klagen. Ik heb best wel mooie dingen gevonden. Ik heb als eerste grote stuk is een stuk nekschild dat ik heb gevonden. Verder heb ik een wervel gevonden. En een middenvoetsbeen. En gisteren vond ik nog twee hele mooie botten. Die zal ik even laten zien. Ik was hier gisteren aan het graven. En ineens kom ik hier zo'n puntje tegen. Dus ik ben steeds verder gaan graven. En loopt helemaal door tot hier. Dus hij is best groot. Toen wilde ik er omheen gaan graven, want we willen dit natuurlijk ingipsen. En toen vond ik hier nog een bot. Die ziet er weer net iets anders uit. Die is ook ietsje korter. En hij is een beetje gedraaid. Maar dit is een fibula, oftewel een kuitbeen. Dus we hebben nu twee grote botten bij elkaar liggen. Dat hadden we niet verwacht op het laatste moment. Dus er moet een kuil omheen gegraven worden. En dan gaan we ze ingipsen. En dan gaan ze in het hele pakket mee naar Naturalis. Nou, we zijn inmiddels op het vliegveld van Rapid City aangekomen. Dat betekent dus dat de expeditie echt een einde is.
Wil je nou op de hoogte blijven van wat er allemaal gebeurt met de botten die we hebben gevonden? Dan kun je natuurlijk naar Dinolab komen in het museum. Of je kunt me volgen op Instagram door even te zoeken naar Monkey Man Matt. Ik hou je op de hoogte van wat er in het Dinolab gebeurt, maar natuurlijk ook alles wat er in Naturalis gebeurt en alles wat met natuur te maken heeft. Dus ik hoop je te zien in het museum. Doei!